Isabel Hoogveen, jij bent de afgelopen week bad girl geweest bij de Haarlemse Honkbalweek. Wat is dat, bad girl? In principe ballenmeisje, oftewel je moet alle foutballen die geslagen worden ophalen en de knuppels als ze klaar zijn met hun slagbeurt. Hoe wordt iemand bad girl? Er was een selectie van 50 mensen en daardoor werd je getest op dingen zoals samenwerken en vaardigheden. En daaruit zijn 5 mensen gekozen en die zijn het geworden. Nee, het is zeer zeker hard werken. 3 uur lang staan en af en toe rennen. Dus daar word je wel zeer moe van. En ik heb ook begrepen dat jij de eerste bad girl was. Dat tot nu toe er altijd bad boys waren. Klopt dat? Ja, dat klopt. Eigenlijk zijn er regels dat het niet mag. Alleen omdat het een eigen wedstrijden zijn, mocht het wel. En er zijn er voor de eerste 2 meisjes, ik en iemand anders, zijn ervoor uitgekozen om dat te doen. Meisjes kunnen dat toch net zo goed als jongens? Ja, dat denk ik ook. Dat dachten hun ook, dus vandaar dat ze dit gedaan hebben. Kun jij uitleggen wat voor een evenement het is en hoe groot het is? Nou, het is een honkbal-evenement dat 1 keer in de 2 jaar is. En dan heb je 9 dagen lang, geloof ik, zijn er per dag 2 wedstrijden ongeveer. Waarvan 5 teams of meer uit verschillende landen, dus echt teams van de landen zelf, die strijden tegen elkaar om te winnen. En komt daar veel publiek kijken? Ja, het stadion heeft plaats voor 3200 man, als ik het goed heb. En het zat behoorlijk vol op sommige dagen. De honkballiefhebbers willen altijd liefst die ballen hebben. En jij hebt af en toe een bal in je handen. Mag je ze stiekem ook af en toe aan een toeschouwer geven? Nee, dat niet. Alle ballen worden daarna eerst gekeurd. En alle afgekeurde ballen worden gebruikt voor aspirantwedstrijd. Dus de jongeren die nog niet zo hoog zitten. Dus je hebt niet stiekem een bal in het publiek mogen? Nee, mensen vroegen er wel om, maar ik mocht het helaas niet doen. Heb je ook echt contact gehad met spelers? Ja, dus, sommigen, bijvoorbeeld van Nederland, die gaan voor het inslaan even komen ze naar huis staan, vragen hoe het gaat, geef je een box en dan gaan ze verder. Was het nog extra leuk omdat Nederland gewonnen heeft? Ja, natuurlijk. Ik stond in de finale, stond ik bij Nederland en gewoon die vreugde van de spelers toen ze het hoorden dat ze gewonnen hadden, was zeer leuk. Ze stonden allemaal te springen en zo. Ze omhelsten elkaar, dat is echt geweldig. Na de wedstrijd was ik met mijn vrienden en die wouden allemaal handtekenen, dus ik dacht, nou, dat doe ik het ook wel. En mijn vriend kreeg allemaal handtekening. En terwijl hij de handtekening kreeg, zei ze tegen mij bedankt voor wat ik heb gedaan. Dus dat is wel heel gaaf. Dus de spelers hebben je zelf bedankt? Meestal wel, ja. Je bent lid van de Vrijbuiters in Dronten. Hoe gaat het met die club? Best goed. We bestaan nog niet zo heel lang, maar we gaan best wel goed qua leden. Het is een hele gezellige club. En we zijn nog altijd op zoek naar nieuwe leden. Dus als je het leuk vindt, kom kijken, zou ik zeggen. Jongens, meisjes? Of allemaal? Iedereen. Ja. Wat moet je kunnen om lid te worden? Je moet gezellig zijn, dat is het. En je hoeft het spel niet te weten, want je kan het allemaal aanleren. Dus gewoon er zin in hebben en er goed voor staan.